Yo mensen, wat is dat? Mark Star Dynast hier. Ik weet dat het even geduurd heeft voordat er weer een nieuwe career mode komt. En dan denk je, Mark, waarom is dat eigenlijk zo terwijl ik deze gast opnieuw ga laten trainen met dezelfde instellingen? Ik doe net zoals jullie, weet je, ik zit ook nu op school. Ben dan wel 22. En sommigen van jullie denken legit dat ik 15, 16, 17 ben. Ik weet dat ik er jonger uitzien dan ik ben, maar gun me op zijn minst 20. Gun me 20! In ieder geval, ik zit ook gewoon op school, weet je. Ik doe mijn derde jaar van mijn HBO-opleiding, communicatie. En ik weet dat jullie het ook druk hebben. Als jullie deze video trouwens een like zouden willen geven, zou het enorm awesome zijn. Als deze video, net als de vorige keer, maar het gewoon weer 1000 likes knalen, zou ik het enorm fijn vinden. Maar ik vraag me dan af, terwijl ik jullie ga laten zien welke paar nieuwe spelers ik heb. Welk jaar van je school zitten jullie nou eigenlijk? Terwijl ik inderdaad 3 spelers heb toegevoegd aan mijn shortlist. Dat zijn Mahmoud Dahoud. Ik ga daar heel veel fouten mee maken met die namen. Mahmoud Dahoud maakt een geweldige ontwikkeling door dit jaar bij Gladbach. En ik heb het gevoel dat best een prima keuze zijn. Dan zag ik ook Tielemans na. In principe dacht ik heel erg lang van, moet ik absoluut niet doen. Echt, ik was heel erg anti-Tielemans. Maar uiteindelijk toch van, oké, weet je wel, ik had Bazour al gehad bij mijn West Ham Grimmond, net als Ziyech toen en Willems ook nog. Dus ik dacht, oké, Tielemans geven we eens een kans. Dan heb ik ook nog Icardi erbij gezet. Want hij kan prima bij Tech even vervangen. En eerlijk, hij ziet er best wel uit een baas op zich. Dus ja, weet je waarom niet? We gaan het proberen. Oké, ik heb gelijk 3 nieuwe berichten. Het eerste is een bot voor Sturridge. Ik zei ook al, nou ja, dat ik dacht het vorige keer. Ik kan hem verkopen. Weet je, ze zeggen tussen de 27,5 en 33,5. Ik denk persoonlijk dat 35 prima te doen is. Zeker omdat hij nu goede vorm heeft. Dan kun je er altijd meer uithalen. Ze gaan niet door met Dejan Lovren. Dat vind ik ook totaal niet erg. Dat had ik al gezegd. 16,5 miljoen. Kijk, dat is dus best veel. En het probleem dat ik nu nog heb, is ik kan ze nog niet Benteke aanbieden. Althans, dat kan geloof ik pas na een half seizoen. En dan hebben ook velen van jullie vroegen, waarom gebruik je Origi niet? Ik weet het niet. Ik ben niet zo fan van hem. Ik zie het niet zo in hem zitten. Het is lastig om te zeggen wie ik aan moet bieden. Ik kan Sturridge doen, maar weet je, Sturridge die moet er gewoon nog een tijdje bij blijven, laten we eerlijk zijn. Dus ik doe wel José Enrique en dan 12,5 miljoen. Ik denk dat dat best redelijk is. Ik hoop het. Oké, we hebben 2 reacties van zowel Gladbach als Anderlecht. Dat is mooi, ze willen 14 miljoen voor Tielemans. Dat is pittig veel, weet je. Dat mag duidelijk zijn, dat vind ik te veel. Dus we doen, waar staat hier, Lucas Leiva doe ik gewoon. Daar doe ik gewoon niks erbij eerst. Dat is gewoon mijn eerste actie, weet je. Daarna kan ik altijd nog kijken wat ze mee terugkomen. Dus dat is op zich een prima eerste keuze. Dahoud is 3,7. Hier maken we dan 1,5 van. Ik denk dat dat niet onredelijk is, want hij is nog vrij jong. En sporadisch eerste team spelen. Dat is denk ik het belangrijkste, omdat hij zo'n kleine rol heeft, dat hij waarschijnlijk wel weg mag. Goed nieuws, Inter is akkoord met 12,5 miljoen pond. Plus José Enrique, wat mooi is, want Enrique gaat waarschijnlijk geen minuten maken. Weet je, ben ik wel eerlijk in. Hij is gewoon oud, weet je. Ik vond hem echt jarenlang heel goed in FIFA en ook gewoon in FUT natuurlijk, dat belangrijkste. Maar hij is echt enorm afgetakeld blijkbaar, wat ik best wel verrassend vind. Ze hebben een bot geaccepteerd van een ander team. Fucking snitches, van wie? Van wie? Ik wil weten van wie. Nou ja, weet je, laat ook maar. Fuck Gladbach. Oké, ze willen 6 miljoen. Ze zijn geïnteresseerd in de speler, maar ze willen 6 miljoen. Vind ik dat te veel? Ik doe gewoon 4. Daar kan ik waarschijnlijk ook nog wel wat voor krijgen, want het is best wel veel. Nog 6 miljoen plus Leiva. Dan heb ik nu een belangrijke pot. Dat is thuis tegen Bournemouth. Wat in principe een wedstrijd is die ik kan en moet winnen. Weet je, kunnen we wel eerlijk over zijn. Ik ga niet met het eerste team spelen. Ik weet niet of dat slim is, maar we gaan het gewoon proberen. Dus we doen zo en dan het team met Benteke, Lallana, Can, Chamberlain en Sané. Dus dat wordt hun eerste wedstrijd. Alright boys, eerste thuiswedstrijd van het seizoen geloof ik. Ik weet serieus mijn eigen vorige aflevering dit moment niet. Maar thuis tegen Bournemouth moet ik kunnen winnen. Ik heb ook voor mezelf voorgenomen, afhankelijk van deze wedstrijd ga ik bepalen of ik naar Legendary ga of niet. Ik heb gehoord dat dat best wel saaie CPU is die echt gewoon ja, een beetje veel te standaard scoort. Maar als dit te makkelijk blijkt uiteindelijk, laat me dat dan vooral weten wat jullie willen zien. Oké, er komt dat tempo in. Ze tikken als fucking Barcelona opeens. Dat had ik niet verwacht. Oh. Ik wou net zeggen, bijna kans. Maar ze tikken echt gek als Barcelona. Oké, Corker. Oh, kut. Corker moet je... Nee. Corker moet je hebben. Goeie redding. Oh, van Mignolet. Oh, ik stond totaal niet goed te verdedigen. Ik wilde Corker selecteren, maar het leek alsof het niet lukte. En dan... Oh, dit... Een beetje een vreemde redding, maar wel een goeie. Hoppa, eindelijk een foutje. En ze passen hem de hele tijd rond. Dan is het alleen... Oh, dat ik hem nergens naartoe kwijt kan. En Benteke kan natuurlijk niet passen. We komen door met Gradel over de linkerkant. En die is natuurlijk heel wat sneller dan mijn hele team. Oh, dit is een probleem. Dit is een probleem. Oh, dit is een heel erg probleem. Het is ook gewoon een ziek goede aanval. Wel heel slecht verdedigd van mij. Maar die Gradel is zo kut om tegen te verdedigen. En dan scoren ze met Wilson. Die in real life geloof ik al heel lang geblesseerd is. Maar
Ja, zie dit. Ik weet niet wat ik daar aan het doen ben natuurlijk. Een schiet tegen de paal en dan de rebound is gewoon een easy tap in. Ergens ook dat ik tot nu toe echt nog geen kans heb kunnen creëren. Want ze passen de hele tijd rond. Het is alsof ik al op legendarisch sta te spelen. Oké, ik heb een kans. Ik kom over de rest. Nadat iemand random besloot te bellen op een anoniem nummer. Wat überhaupt nooit een goed idee is. Wat is dit? Wat? Laat de bal wel. Maar hij liet hem rollen ofzo? Ik ben hier misschien vrij op links met Sané. Oh, ik word ze maar niet bijgehouden. Dat vind ik wel een keertje... Dat is wel verfrissend om te zien. Moet ik alleen... Oh, kom ik er doorheen? Oh, wat heerlijke solo-actie. Leroy Sané. Ik had niet verwacht eerlijk gezegd. Want ja, schiet is gewoon niet zo heel goed. Maar dit is best wel sick, weet je. Balrol om wat meer ruimte te creëren dan om die verdedigers heen. Die om bedekken heen staan. Wel net aan erin. 1-1, net voor rust. Mijn eerste kans geloof ik zelfs. Nou, het is rust. Ik heb 1 schot. 1 op doel. En 1 goal. Ze hebben 4 schoten, 3 op doel. Het is echt compleet het tegenstel van mijn eerste wedstrijd zelfs. Maar zij passen ziek van, kijk, ze hebben 92% passing accuracy. Dat hou je niet zonder de hele tijd achterin rond te tikken. Oké, Emre Can, hè. Emre Can. Het punt is, zeg maar, ik heb niet echt een middenveld wat, weet je, vanaf halverwege uit kan halen. Ik heb ook niet echt een snel middenveld. Dat helpt ook niet mee. En ik heb Benteke. Dit moeten jullie gewoon echt even zien, dit stuk, hè. Dit is gewoon... Dit is hoe... Wat ze dan doen. Like... Wat is de gedachte? Ik ga maar wisselen, want weet je, er zijn echt spelers in dit team waarvan ik denk... Waarom speel je? Like, waarom sta je in het veld? Lallana eruit, Benteke eruit. Dat is echt het grootste drama gedeelte. En Klein op links achter. Vreemde keuze misschien, maar nog maar. Oké, we hebben gelijk weer de bal met Leroy. Leroy! Ik wilde zeggen, Leroy... Wat? Trapte mij een eigen doel. Had het goed gekeurd? Oké, ik heb de bal. Ik heb de bal met Firmino. Oh, en mensen zeiden dat hij een slechte spits zou zijn. Ik weet het, het waren niet veel comments, maar ik las er eentje. Die zei, het is geen goede spits, die Firmino na. Ik ben best tevreden, op zich, weet je. Ik verdien het totaal niet, althans, ik heb gewoon ziek weinig balbezit. Maar ik vind het prima. En het is voorbij, ik heb gewonnen. Ze hebben uiteindelijk geen schot op doel meer gehad in de tweede helft. Ik heb nog wel steeds maar 40% balbezit. Hun passing is omhoog gegaan naar 93%. 93%? Oké, twee nieuwe berichten. Althans, ja, een persconferentie is niet erg interessant, maar... Dit is wel heel interessant, namelijk Icardi zit erbij. Nou is het vraag van wat ga ik met hem doen? In eerste instantie, dat ga ik laten zien nu, ik wil hem in de eerste spits maken van dit team. Namelijk samen met Sturridge. En dan Firmino, want kijk Benteke die mag gewoon echt, die mag op de bank. Dan kan Firmino de eerste spits worden van het tweede team. Dus zeg maar, ik denk dat Icardi en Sturridge, niet verkeerd. En weer 2 transfers accepted, zoals ik al dacht, 4 miljoen. Plus, ik weet niet eens meer wie ik erbij gooide. Maar dat is genoeg. Hij wil 45.000 per week. Stel je voor, dan ben je dus 18. Hij is dus 4 jaar jonger dan ik. En je verdient 45.000 pond per week. Ja, dan leef je het leven. Wat ook wel sick is, dus dit is echt heel bruut. 35 miljoen voor Sturridge is geaccepteerd door Dortmund. Dus dat is... daar kan ik heel veel moois mee doen nog. Kijk, dit is trouwens... Dit is wel random. Dit is bijna een crimineel om te kunnen proberen. Maar als er een soortje... Zo... Dit is bijna crimineel om te proberen, maar Hazard shock Chelsea met transferverzoek kan ik eigenlijk niet op ingaan. Ik ga wel gewoon wat proberen, dus ik doe gewoon inquire. En wat ik ook ga doen is, ik heb wat vrij als het goed is, althans ik kan wat kopen. Dus ik ga dit vrijmaken, want Hazard kopen is een kans die ik niet vaak ga krijgen. Oké, tweede wedstrijd van de aflevering wordt uit tegen Arsenal. Een heel erg gevoelige wedstrijd voor mij, maar... Dit wordt het debuut van Icardi in het eerste team. Ik ga ook met het eerste team spelen, logisch. Iedereen is fit. Genoeg tijd tussen de wedstrijden door. Can had bericht gegeven dat hij wilde spelen, maar dat kan ik natuurlijk niet doen. Dus ja, let's go. Weet je, omgekeerd, niet in dit scenario van deze serie zou ik heel graag winnen dat Arsenal wint. Maar ik moet gewoon mijn best doen. Oké, en ik word compleet onderuit geschopt. Mag best wel voor gefloten worden, weet je. Ligt er iemand dood op de vloer, zowat. Gelukkig komt hij nog omhoog, want daar is een strijder, zit in mijn team. Ze hebben de bal in de 16, in de 16. En het is Özil. God. Ik heb nog steeds geen kans gehad. Het is zoveel kutter om die CPU de bal af te pakken. Hoe ik meer corners krijg, hoe meer ik het gevoel heb dat er eentje ingaat. En... Het is zo. Like, wat is dat voor goal? Het is Joel Campbell die hem scoort. Dat is op zich niet heel gek. Maar kijk hoe die bal... Wacht, kijk hoe die bal erin gaat. Dit klopt van geen meter, toch? Kijk, die rebound is gewoon gek. Oké, hier hè. Wordt geblokt en dan... Ik weet niet wie hem aanraakt. Ik denk dat het Milner is. Kijken... Ik weet niet wie het is, maar het is echt een beetje vervelend dit. Oké, situatie hier met een bal op Sturridge. Daar moet wat mee te doen zijn, zeker als... Ja, kijk dan, bedoel, hij moet om fucking Mertesacker heen dan terugleggen en dan... Score dan, zo simpel is het. Oké, kut, ze komen weer door en Moreno is...
Moreno is helemaal weg. Ik heb serieus geen idee waar die was. Kijk dan, wat? Hij staat helemaal daar. Hij staat helemaal aan de rechterkant. Dit is goed uitgespeeld, maar... Oké, nu zitten we in een heel lastige situatie, want ja, weet je, nou moet het gewoon. Oké, Milner, doe eens wat leuks. Ik kan gelukkig altijd op Milner rekenen. Dat is serieus echt... Nu weet ik wel zeker dat Milner is, in de eerste wedstrijd had ik het fout. Maar ja, dit is gewoon waarom je hebt. Hij kan gewoon alles. Het staat 3-1. Het staat 3-1. Ik heb geen idee wat er gebeurt. Ik denk dat ik het gewoon onder controle heb. Ik hoef er niet eens wat over te zeggen, denk ik. En dan komt Bellerin opeens mee en die schiet de 3-1 binnen. Het is rust. Nagenoeg. En het staat 3-1. Ik sta 3-1 achter. Oké, het is rust. Ik sta 3-1 achter. Ik heb ook minder kansen. Ik heb ook minder balbezit, natuurlijk. Ja, weet je, het is wel terecht op zich. Maar 5 schoten, 5 op doel. Je zou toch denken dat er nog meer dan 1 in gaat. Maar, weet je, tweede helft kan nog wat gebeuren. Oké, kleine wissels moeten misschien gemaakt worden. Ik weet alleen niet welke. Ik heb gewoon... Kijk, dit als wissels. Ik kan er gewoon niks mee, denk ik nu. Ik denk dat ik gewoon Ings ga inbrengen voor Sturridge. Oké, dit klopt. Dit gaat echt 81ste minuut. En dan, nee, Giroud, op bokken nou. 4-1. Kijk ook. Zie Ramsey over die linkerkant stormen. En dan... Oké, ook echt een vrije trap, wat tenminste nog iets zwaard is, of zo. Wacht, oké, weet je wat? Ik ga dit gewoon proberen, want ik sta op 4-1 achter. Onder de muur door, spring. En dan, oké, ja, dan er alsnog in. Ja, het is Milner met zijn tweede, maar het staat 4-2. Oké, kunnen we nog wat meer doen? Oké, Coutinho. Ik tel het hem al. Ik tel het hem echt al. Oké, het is, ja... Ik kan mezelf ook niet verwachten. 4-2 geworden. Ik heb één veel schoten op doel. Uiteindelijk maar één schot minder in totaal. Ja, dit is best wel pijnlijk. Eerste topwedstrijd in 4-2 verloren. Maar ja, kan gebeuren. Oké, een pluspunt is nog, hopelijk, dat ik in ieder geval Tielemans heb. En dan Tielemans is 76 rated. Is nog niet al te best. Maar dat kan dan natuurlijk vanzelf komen. Oké, Daniel Sturridge is voor 35 miljoen verkocht. Ik krijg er 29,5 miljoen pond bij. En ze willen... ze zou haar niet laten joinen. Kan ik me voorstellen. Ze willen ook wel echt bizar. Ik heb 137 miljoen natuurlijk. Ik heb al dingen bij gekocht. Waarom niet? Weet je, waarom ook gewoon niet? We gaan het gewoon proberen. Ze willen 88 miljoen. 88 miljoen pond. Waar hebben we het dan nog over? Ik ga het wel gewoon doen. Ik ga het gewoon doen. Kans van je leven. Oké, boys. Transfer offer accepted. 170.000 per week. Zie mij boeien. Oké, ik doe wel zoals altijd. Weet je, redelijk vaste regel in mijn career mode. Ik geef niet om die Capital One Cup. Gewoon totaal niet. Denk niet bij Spurs, denk niet bij West Ham. Toevallig moet ik nu tegen West Ham, dat is wel ironisch. Win met 2-1. Geen blessure gevallen, wat het mooiste is. Milner en Firmino scoren. Want Firmino neemt even tijdelijk de plek in van Sturridge. Denk me een vrij logische keus. Ook moet hij gelijk weer tegen West Ham, wat een feest. En de contract offer is declined. Oké, we gaan iets meer van maken. Want als je die rol blijkbaar niet prima vindt, weet je, dat zij dan maar zo. 200.000 per week. 20% per doelpunt, want weet je, ik kijk hier wel even voetbal. Hazard scoort toch niet. The dream. Weet je, ik ben pro-realisme. Ben ik heel vaak. Maar soms moet je gewoon zeggen, realisme, uit het raam ermee. Hasta la vista, Eden Hazard. Eden Hazard, jongens. Oké, dit is hoe het eerste team er nu uit gaat zien. Firmino gaat op rechts voor staan. Ik weet dat niet een van zijn voorkeursposities is, maar weet je, het kan best. Zeg maar in de standaardformatie staat hij ook op rechts. Althans, in één van de standaardformaties heeft hij ook wel eens op rechts gestaan. Icardi dan spits, daar ga ik gewoon vanuit, ik geloof erin. Coutinho CAM en dan Milner en Henderson op een vaste positie van CM. Hazard op links buiten, jongens. Ik weet niet hoe lang de aflevering wordt op dit moment, weet ik echt niet. Maar dit is toch iets waarmee je af moet sluiten. Dus ik dank je voor het kijken. Laat wel een like achter als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie bij hopelijk een volgende keer weer, want die waarschijnlijk iets sneller eraan komt dan deze keer. Tot ziens.